tech, techniques, technology, techniek, technologie. Daar gaan we het over hebben. Met vandaag pixels die je niet wil hebben. Zoals je misschien wel weet, bestaat een beeldscherm uit pixels met allemaal licht in de kleuren RGB. Rood, groen en blauw. En als ze allemaal aanstaan, vormt dat samen wit licht. En alle combinaties zorgen ervoor dat jij en ik op een beeldscherm dingen kunnen zien. Ja. Maar je hebt ook pixels die je eigenlijk niet wil. Zoals dode pixels, waarvan het licht helemaal uitstaat en een soort van zwart puntje in je beeldscherm geeft. Je hebt ook heldere pixels, waarbij alle kleuren er constant schijnen. Dus dan heb je een soort van wit puntje op je beeldscherm. En je hebt vaste pixels. Dat zijn pixels in rood, groen of blauw. Eén pixeltje die de hele tijd blijft staan op je scherm. Juist daar heb ik last van. Een heel klein rood puntje die hier ergens in het beeld staat. En dat zie je ook wel op mijn vorige video's. Nu is het zo dat Canon op zijn camera's een sensorreiniging heeft toegevoegd. En die functie ga ik nu uittesten. Kijken of het puntje ook weggaat. Laten we gaan beginnen. Oké, ik heb echt zoiets bizars. Deze camera die je nu ziet, heeft toch die dode pixel. En ik wilde het laten zien, dus ik zette de camera aan. Dit scherm heeft altijd daar zo aan de linkerkant een rode pixel. Maar ik zie het nu gewoon niet meer. Maar toch wil ik deze video opnemen. Mochten er nog wel pixels zijn die mij niet zijn opgevallen, dan kan ik ze alsnog verwijderen. Dus wat je doet, camera weer uit en je haalt de lens eraf. Zo, de lens is eraf en nu heb ik gewoon de dop erop gezet. Dan zet je de camera op manual en doe je hem aan. Je gaat naar het menu en zoekt sensorreiniging op. Hier. Ja. Reinig handmatig. Spiegel gaat omhoog, reinigt de sensor. Oké. En wat je dan doet, is de camera naar beneden richten. Hou de camera zo'n 30 seconden tot een minuut op zijn kop. Even wachten. Goed, ik heb nu een minuut gewacht. En er staat zetten aan en af, aan en uitschakelaar op off. En nu zou de dode pixel, de hot pixel of de stuck pixel toch verwijderd moeten zijn. Mocht dat nou niet zo zijn, dan kan je mijn beste terugsturen naar de fabriek. Helaas kon ik het niet zo goed laten zien op de video, want blijkbaar was die pixel al verdwenen. Maar het goede nieuws is, de pixel is verdwenen. Ik wilde dit trucje gewoon met je delen, vandaar deze video. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En tot de volgende keer.